Dit is altijd makkelijk om voor iemand of mekaar te sê, weet jy wat, daar is altijd lig in die tunnel, en daar is altijd een uitkomst, daar is altijd een antwoord op al ons vraag, wat elke van ons het, en hoeveel keer kan ons sê, maar ek verstaan nie die situasie nie, ek verstaan nie waar ek myself in bevind nie, maar ons kan vast aan die woord, ons kan vast aan die Here. En ek deel soms net 1 Samuel 2 vers 2, en het is niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten u, en daar is geen rots soos onze God nie. Psalm 37 vers 3 tot 5 skryf David so mooi, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg in die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En dis waarin ek en jy kan vas en dis hoekom ons hoopvol kan wees, want Jesus Christus is ons rots. Wat verder.